goed blijf. Want ik hou zo van een Wilburgs banket. Als ik jarig ben de 17e mei, word ik altijd in de bloemetjes gezet. Maar bij ieder groot boeket, het geeft niet welk, kijk ik heel voorzichtig diep in elke kelk. Want in lelies enzovoort zit vaak een bij. En de meeste keren komt die blij bij mij. Bent u ooit wel eens gestoken door een bij? Was dat net zo'n grote bij als die bij mij? Nou, bij mij was het een kanjer en hij zat achter een anjer. Bent u ooit wel eens gestoken door zo'n bij? Ik weet nog o zo goed de allereerste keer dat in Utrecht een verloofde bij mij kwam. Het was avond, het was heerlijk zomerweer en we aten eerst een krentenboterham. Het was voor allebei de eerste liefdesnacht. Hij was zo teder voor mij en zo zacht. Ik had een heel eenvoudig bloempje uit het veld op mijn nieuwe blauwe babydoll gespeld. En hij zei, toen hij me in zijn armen nam, bent u ooit wel eens gestoken door een bij? In uw duim of hier opzij of in uw dij? Is dat ook zo om gaan snellen? Nou, ik kan u dan vertellen, het was gewoon een hele luchtballon bij. Zoals laatst nog in de kerk onder een psalm. Nou, daar zat ik toch zo argeloos en kalm. Om te luisteren naar de dominee die sprak. En toen ik mijn hand in kerkenzakje stak. En daarom zeg ik altijd tegen mijn vriendin, pas toch op, steek je hand toch nergens in. Maar het is moeilijk, want geloof het maar gerust, soms doet men het zo volkomen onrust. Bent u ooit wel eens gestoken door een bij? Nou, ik denk nog aan de laatste keer bij mij. Op een avond in Zaltbommel. Het was geen bij, het was een hommel. En die steken niet, haha, maar wel bij mij. Bent u ooit wel eens gestoken door een bij? Was er ook zweet en weer voorbij? In augustus